Ondanks de kou komt Ajax onder 15 gewoon in actie dit weekend thuis tegen PSV onder 15. Een mooie wedstrijd dus voor de ploeg van Noordin Wouter. En al heel snel is het raak. Jay Enem zet goed druk, krijgt de bal terug en na 44 seconden ligt de bal in het net. Een ongelofelijke fout van doelman Aaron van Laren van PSV. Controleert de bal niet goed. Enem zet goed druk. Kik Braspenning legt hem goed terug. En dit is een koud kunstje voor de spits van Ajax onder 15. Volgende aanval weer Enem. En Braspenning. Braspenning. En dan is het al 2-0. Maar gaat de vlag omhoog. En de fluit in de mond. Geen 2-0, oordeelt de grensrechter. Duidelijk te zien, het is geen buitenspel. Deze goal had goedgekeurd moeten worden. Maar dat gebeurt helaas niet. Dus nog altijd 1-0 voor Ajax. Weer gaat het niet goed achterin bij PSV. Weer is Jay Enem er dichtbij. Hij legt hem nu af op Kik Braspenning. En dan is het na 12 minuten 2-0. Geblunder achterin bij PSV. En Ajax doet wat het moet doen. Namelijk profiteren van die blunders. Geen controle bij Jesse Giebels. Jay Enem doet het goed en Kik Braspenning tikt hem van dichtbij binnen. Hij motiveert zijn ploeg. Ajax onder 15, de nummer 2 in de competitie achter koploper AZ. Met een mooi schot en een mooie redding ook van Laren. Schot was van Braspenning. Rafael Sarvo gaat de combinatie aan met Enem. Sarvo gaat door, gaat helemaal door en dan bijna een eigen doelpunt via Arts. Mooie actie van Rafael Sarvo. Dat alles in de eerste helft. Dan de tweede helft. Jenno Campagne aan de bal. Campagne met een mooi schot laag. Maar het is overduidelijk. Ajax onder 15 gaat deze wedstrijd winnen. Heer en meester is het. Prachtige paas van achteruit. Rafael Sarvo legt hem terug. En hem met de 3-0. Een geweldige aanval. In een paar seconden is de bal vanuit de achterhoede van Ajax in het net bij PSV. De paas is van Divine Ranch. De voorzet is op maat en Enem is een echte spits en tikt hem binnen. Braspenning. Volgende aanval op links. Volgende voorzet. Enem weer van dichtbij. Maar een mooie redding van Laren. Al gaat de vlag weer in de lucht voor buitenspel. En wederom is dat niet het geval. Enem staat hier achter de verdediger. Komt dus heel goed vrij. En zo zit deze wedstrijd er bijna op. De laatste aanval van de wedstrijd. Of eigenlijk het laatste uitverdedigen van PSV. Wat weer niet goed gaat. En dan nog een kans voor Sarvo. Braspenning nog. Maar van Laren op de doellijn redt. En het blijft bij een 3-0 overwinning voor Ajax. In de kou thuis tegen PSV.